We zijn nu ruim 10 maanden bezig met Venezuela om dus nu eindelijk de boot hier te hebben en de eerste verscheping te doen naar Venezuela. En dat geeft dus aan dat het niet gemakkelijk is geweest om alles rond te krijgen. De verwikkelingen in Venezuela en andere zaken die hebben gespeeld. En wij zaten hier eigenlijk te wachten, want we waren klaar om te verschepen naar Venezuela. De eerste verscheping die nu gaat plaatsvinden is 3000 ton. En we praten over een totale verscheping van 30.000 ton. En vermoedelijk zal dat ook veel meer worden, omdat het verlengd zal worden. Hoe is die reis verzameld? Van welke kant komt het? Nou, hier is meneer Ramadin Belaster mee en die heeft dus verschillende molenaars bij elkaar gebracht. En die gaan dus rijst aanleveren. Hij is verantwoordelijk voor de export van rijst naar Venezuela en alles verloopt via zijn bedrijf. Hoe frequent gaat dit gebeuren? Nou, de bedoeling is dat om de 10 dagen deze boot hier is, totdat dus eigenlijk de 30 ton volledig is verscheept. En tussen die tijd, dan moet er al een nieuw contract zijn voor een restant van 40, 50 ton. Nou kijk, dit wat nu gaande is, het is eigenlijk de tweede deel, tweede gedeelte van de compensatiemechanisme tussen Suriname en Venezuela in het kader van Petrocaribe deal. En vandaar dat niet alleen dan Corpo Vex of Ministerie van Alimentatie in Venezuela moest bepalen, maar zeker nog Petrocaribe, die van daaruit eigenlijk de goedkeuring moet geven. En wat ook is besproken toen der tijd, toen was ik nog minister van LVV, dat eigenlijk niet alleen op 30.000 ton zou blijven toen, dat er meer dan 30.000 ton geëxporteerd moest worden. En in 2017, om exact te zijn, juni 2017, heb ik daarna weer dat getekend, dat 30.000 ton nu vandaag de eerste verscheping plaatsvindt, dat het moet plaatsvinden, dat binnen de compensatiemechanisme dat ook was opgenomen en goedgekeurd was. Let wel, 2017 juni. En het is dan nu 2019 en het vindt dan plaats. Let wel, ik verwijs naar het compensatiemechanisme. Het is een behoorlijke boost, we weten dus nu. De boeren die klagen, maar ook de molenaars. De molens waren vol met paddy en men kan niet pellen, want als je pelt moet je een bepaalde tijd hebben om je rijst af te voeren. Het is sowieso een behoorlijke boost voor de rijstsector in die Keri. We weten nu al dat de opkoopprijs behoorlijk is gestegen de afgelopen crop. We zaten tegen de 100, 105, verschillend tussen, zeg maar schommelen tussen 95 en 105. En met deze verschepingen die nu gaan plaatsvinden, denk ik dat dus de voorjaarsoogst opkoop zal liggen op minimaal 105 SRD per natte zakpaddy. Voorbereiding op dit moment is nu, we zijn ready nu te verschepen. Dus we gaan nu, alles is geregeld, maar we hebben echt een jaar lang zitten wachten met deze deal. We hebben met veel moeite dat gehaald. Dankzij de regering, de ambassadeur van Venezuela en de regering van Venezuela, dat hebben we dat met moeite kunnen halen. We zijn nu, hebben nu een contract van 30.000 ton, witte reis naar Venezuela. En 2 verschepingen Irium van de komende oost. Die komt ook naar Suriname. Ja, u zei met heel veel moeite. Wat waren de uitdagingen? Ja, er zijn problemen in de vorige verschepingen geweest. Dat ik kan niet zeggen wat die verschepingen problemen waren. Misschien denk ik aan de kwaliteit of wat. Maar ze hebben problemen. Ze hebben wat andere nieuwe regels gehad. Venezuela heeft mensen gewisseld bij de instanties daar. Dus nieuwe mensen. De nieuwe dingen gaan regelen, maar toch hebben we geluk om te halen.
Ja. Hoe heeft de inspectie plaatsgevonden? De inspectie was goed. Ze hebben gekomen checken, de inspectie is gekomen en alles was prima. De kwaliteit en alles is standaard, wat ze willen. Ja. Welke kwaliteit reis gaan we verschepen? Super of breuk? Super, 0 tot 5% breuk. Oké. En is de markt gegarandeerd? Van Suriname? Ja, zeker wel. We hebben genoeg reis. Dus 30.000 ton is niks, dus eigenlijk dat kunnen we zo sturen. En iedereen kijkt, niet dat wij alleen maar wachten op de 30.000 ton. Iedereen heeft zijn eigen beetje markt. Dus iedereen exporteert op de eigen markt en dit is een extraatje wat er weggaat.